Tony Junior live is echt, dat kan je 3 keer doen, maximaal. En daarna hoor je niks meer gaan. Ik denk dat het ergste wat ik gedaan heb is... Hij weet het niet eens. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Mensenmening. Wegens de coronamaatregelen kan ik helaas nog niet de straat op om mensen te interviewen. Dus daarom ga ik langs bij wat vrienden van Slam om te vragen of ze ooit zijn opgepakt. De jury gaat raden of ze ja of nee zeggen en dit is de jury. Hey. Hoi, ik ben René en ik ben een nieuw jurylid van Mensenmening. Yo! Hoi. Nou, wat leuk dat ik hier mag zijn. Ik vind het leuk dat je er bent. Ja? Ondanks corona durf je nog de deur uit. Als ik hem zie, hoor ik ook standaard busy. Wel op gepaste afstand natuurlijk. Gepaste ik denk afstand. Dat dit ongeveer 1,5 meter is. Dus, om en nabij. Die plaatjes achter, wat hebben we daarop? Wat hebben wij daar een dansschoen op voor zo, kapot gemaakt, jongen? Hadden we de heupen gelost. Ben jij een regelbreker? Ja, ik ben wel een regelbreker, denk ik. Ja, Leo die houdt zich gewoon volledig niet aan de regels. Staat niet in de rij, drinkt voor, neemt de vluchtstrook. Op school was het niet heel erg mijn ding. Werken voor een werkgever was niet echt mijn ding. Nou, ik denk dat Busy wel echt zo'n etter was op school gewoon. Ik ben een beetje eigenwijs, denk ik. Dus je kan niet goed omgaan met iemand die zegt wat je moet doen. Ligt er net aan in wat voor situatie. Als mijn vrouw dat midden in de nacht tegen mij zegt, terwijl ik lekker licht slaap en ze wordt ineens wakker. En ze zegt tegen mij, nou, je moet dit met mij doen, dan... Oké, dat is wel een beetje awkward. Maar ben je wel eens in aanraking geweest met de politie? Ja. Ja. Maar niet heel erg, geloof ik. Zeg maar, voordat je bekend was? Ja, ook voordat ik bekend was, ja. En voornamelijk voordat ik bekend was. Daar helemaal rechts hangt die plaat van Mary. Dat was wel echt een guilty pleasure voor mij, voor een goede 2 weken. Vond ik echt een chill nummer. Heb je wel eens gevochten? Ik heb ook wel eens gevochten, ja. Ja, best wel eens gevochten. Ja. Heb je wel eens iets gestolen? Ja, ook gestolen. Ik heb ook wel eens iets gestolen. Ik geloof dat hij toen hij jong was, dat hij gewoon scooters jatte of zo. Heb je wel eens gehad dat een politie naar je toe kwam en dat hij een foto met je wilde of zo? Dat je eerst dacht van, what the fuck? Ik geloof dat dit echt eergisteren is gebeurd toen hij zijn rijbewijs afgepakt, want hij heeft te hard gereden. En toen is er een van de twee nog met hem op de foto gegaan. Ik heb wel eens op festivalen gehad dat ze met hem op de foto wilden. En dat ik dan een beetje een soort van, ik weet niet, ik heb een soort van angst of zo voor politie, omdat ze wel... Ze kunnen wel echt je vrijheid afnemen. Ja, op zich. Ik was vroeger bij Bassie Nadraan. Keek je dat wel eens? Ja, ja. Ik hoopte altijd dat de boeven gewoon wonnen, toch? Ik vond die boef ook heel eng, die bij Bassie en Adriaan. Dat was toch zo'n hele enge... Ja, je hebt natuurlijk geen jeugd gehad, maar ik was wel echt Bassie Nadraan. Ik heb alleen SpongeBob gekeken. Maar ben je ooit opgepakt? Ik denk dat hij het wel is opgepakt. Ja, als hij zegt dat hij vroeger kattenkwaad uithaalde en shit. Gewoon iets gejat. Gewoon, maar wel net heftiger dan de average guy, zeg maar. Hij is wel eens opgepakt voor iets wat hij niet heeft gedaan. Ik weet niet of hij verder nog een keer is opgepakt. Misschien weet ik veel voor wildplassen of zo, dat kan. Ja, ben wel eens opgepakt. Ben wel eens uit mijn nest gelicht. Is toch strak, hoor. Ik zeg eerlijk, AT-team is wel gek. De politie vind ik niet echt... Motoragentje is wel vet. Hoe dan? Door een arrestatieteam. Ja, dat snap ik. Nou, Sof, gezellig dat ik even langs mocht komen. Ja, op 1,5 meter wel, hè. Dit is, hoe heet zij? Sophie Inzink. Sophie Milzink? Hilzink. Final answer, Sophie Hilzink. Godverdomme. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Ik krijg wat video's waar ze over Temptation aan het praten is, volgens mij. Dat ik echt denk, Jezus Christus. Heeft ze nou een soort van Peugeot-logo op de nee, arm? Nee, dat is oranje leeuw. Ik vind het toch een onzekere tijd. Dus soms dan denk ik, nou, weet je, waar gaat het allemaal naartoe? Sophie Grilzink. Nee. Dus heb ik wel tafels staan waarvan je ziet van zo. Ik even denk, nou, het boeit me niet welke tafel ik in mijn woonkamer heb. Behalve die sowieso niet. Die vind ik wel lelijk. Die tafels heeft zij dan wel. En hou je een beetje aan de regels? Ja. Vraag me dus af of iedereen zich echt heel erg aan de regels houdt. Ik denk stiekem dat iedereen wel soms wat meer mensen ziet of zich niet volledig aan de regels houdt. Als je nuchter bent, ben je dus heel relaxed. Maar hoe is het als je een drankje op hebt? Nou, als ik een drankje op heb, dan word ik heel jolig. Dan vind ik mezelf hilarisch. En iedereen moet het weten. Dus dan wordt het een soort circus act. Een soort circus act, waar komt het vandaan? Wat is dat voor accentje? Dus het is dan niet dat je dan één ding stuk gaat maken? Als ik ruzie heb tijdens het stappen, dan komt dat omdat ik per ongeluk iemand tijdens het dansen een glas uit iemands hand sla. Ja, zij is heel erg lang, toch? Is dat wel eens gebeurd? Nou, regelmatig. Ja, soms wel eens 3 keer op een avond. Als iets kapot kan... Dan gaat het kapot, ja. Maar dan zeg ik altijd, sorry, zal ik een nieuw drankje voor je halen? En nou ja, soms krijg ik, kut hoor. En soms... Zeg ze ook eens goed. Ik zou het dus echt geen dag volhouden met deze twee in de woonkamer. Weet je dat? Echt, ik zou knettergek worden. Ik denk dat deze twee heel goed met elkaar de hele dag kunnen lullen. Maar ja, er komt te weinig informatie per minuut. De IPM is vrij laag hier, vind ik. En ben je ooit opgepakt? Ik zou niet weten voor wat. Ja, of misschien dat ze door haar lomper een keer een soort bewaker... Ja, ik denk niet echt opgepakt. Ik zie wel dat ze
uit de club is gezet of zo. Dat vind ik er wel... Ja, maar niet opgepakt. Nee, niet opgepakt. Nee, wel bijna. Ik heel dronk was, maar nee. Nee, ik ga voor nee. Nee, maar ik heb volgens mij ook nog nooit de wet overtreden. Hoppa. Tony. Hoi. Hey. Gezellig dat ik langs mocht komen. Ja, vind ik ook. Het is net uit met hem en Maan, toch? Leuk, sigaretten op tafel, schandalig. Een koffiemok, er ligt zijn autosleutel volgens mij, een powerbank, een pak peuken en een haarbandje. Hoe gaat het met je? Om heel eerlijk te zijn, heel erg goed. Ik ben hem zo zat. Ja. Ik ben hem zo moe. Over waar je komt is die ook. Overal echt waar je komt. Ik kom heel erg tot rust. Ik heb me nog nooit in de laatste 10 jaar zo chill gevoeld eigenlijk. Ik vind toch dat voor een interview mag je best even recht opzetten. Ja, ik vind het ook een beetje asociaal houding. Door, maar kan aan mij liggen. Natuurlijk baal ik ontzettend van dat ik heel veel shows misloop en financieel. Ja. En... Ik heb dus 1 keer Tony Junior, dat ga ik nooit vergeten. Ja, ik ga het letterlijk nooit vergeten, want ik ben doof. Maar dat was voor mij Koningsdag in het Paard in Den Haag. Toen gingen we daarheen en toen was het eerst direct. Maar toen kwam Tony Junior daarna en die stond hard, jongen. Dat was niet normaal. En ik kende hem toen totaal niet. En er kwam ineens een gast van de shirt oplopen. En ik ga naar echt goede metalconcerten en ik luister altijd vol volume op mijn AirPods. Maar Tony Junior live is echt, dat kan je 3 keer doen. Maximaal. En daarna hoor je niks meer gaan. Er zijn veel ergere dingen aan de gang en mensen die het veel zwaarder hebben. En dat vind ik belangrijk. Praat eens in die microfoon, joh. Sta er geen baal van. De grap is als mensen niet weten dat wij hem kennen. Denken ze echt, we moeten eruit. En ja, je ziet dat heel veel artiesten, DJ's, die gebruiken de social media om hun kunsten te laten zien. Hou je eigenlijk van uitgaan naast dat je zeg maar moet draaien? 2 maanden geleden had ik echt resoluut nee gezegd. En toen ontdekte hij de Jansbar. En nu ben ik eigenlijk best wel een beetje fan ervan, dus ja. Beetje fan? Beetje fan, ik zal even de meme erbij halen. Kijk, dit is natuurlijk wel geëxtremiseerd. Maar... Ja, zo is het natuurlijk wel een beetje. Ben je wel eens opgepakt? Ja, ik denk wel. Tony heeft wel een keer met ons bek geslagen. Ik kan me niet herinneren dat hij een verhaal heeft verteld dat hij is opgepakt. Ik denk dat hij wel eens is opgepakt, maar gewoon voor iets heel knulligs. Nee. Ik zit ernaast. Ja, ik moest blazen een keer voor alcoholcontrole. Mm-hmm. That's it. Maar nee. Die was gewoon goed. Ja. Nou, we zijn in de studio van Busy, maar met Snelle. Gezellig, hè? En met een busy trui. Hoe gaat het met je? Ik geniet wel van een beetje coronarust eigenlijk. Ze hebben elkaar al eerder gezien, hè? Wie? Amber en Snelle. Een grapje maken. Weet je wat ze dat nu noemen? Reunie. Hé, hey, niet. Hij gaat... Gaat hij zo onzeker kijken? En denk je dat je straks weer moet wennen als het weer mega druk is? Ik denk het wel, maar ik besef ook juist nu steeds meer hoe leuk alles is. Je staat er wel wat meer bij stil. Ja, dit is dus vet leuk. Snelle, die kende ik helemaal niet. Hij heeft mij dus een keer gedm'd. Ja, hier, kijk hoe lauw. Hij had in zijn story iets van mij of zo van de mensenmening gestuurd. En dan had ik gezegd van uit met deze smiley. En toen stuurde hij, ik meen het. Als ik ooit iets voor je kan betekenen, op wat voor manier dan ook, let me know. Ik ben fan van je. En lieve jongens, dat is natuurlijk echt jouw imago, maar ben je echt zo'n lieve jongen? Wat gaan we nou doen? Gaan we nou doen dat Snelle een of andere gangster is? Dat is toch gewoon de liefste gast op aarde, voor mij? Ja, ik ben wel een lieve jongen, jawel. Maar hij heeft ook gewoon heel lief gezicht of zo. Ik geloof gewoon, zeg maar, ik bedoel alles goed. Dus zelfs als ik stomme dingen doe, dan bedoel ik ze niet slecht. Is er eigenlijk een rapper met zijn eigen naam? Ja. Ja, ik heb geen idee. Ik ben zo niet bekend binnen de rapwereld. Okay, 50 Cent, zo heet hij. 5 Ja. En ben je ooit opgepakt? De andere juryleden, die gaan het niet goed hebben. Die gaan voor nee. Eigenlijk denk ik nee. Hij is nooit opgepakt geweest. Nee, totaal niet. Dave ook voor nee? Dave gaat voor... Ja, maar Dave heeft af en toe denkt hij precies hetzelfde dat wij denken. Nee, hij denkt juist... Precies omgekeerd. Ja, maar dan zou hij dus ja denken. Ja, maar daardoor denkt hij dus ook weer nee. Precies, dus wij gaan voor ja. Nee, ik ben ook nooit opgepakt. Ah. Ik denk dat het ergste wat ik gedaan heb is... Hij weet het niet eens. Nee, ik heb echt... Ja, dus snoepje bij de kruidvat. Ik heb niks gestolen. Dit was het alweer voor de Mensenmening van deze week. Bedankt voor het kijken en volgende week zijn we er weer. Doei!